Zou het een Amerikaan kunnen zijn? Ik denk een beetje aan de keizer of aan een Nes. Of zou het toch een beetje Duits zijn, 190 SL? Het zou zelfs een beetje Frans kunnen zijn. DS. Maar gaat u verklappen? Ja, dat kan alleen in Engeland. Het is Engels. Onmiskenbaar Engels. We hebben het over Jensen 541R. Het is leuk om te laten zien. Omdat het een hele gekke auto is. Er zijn er maar 150 van gemaakt. Ja, wie kocht nou zo'n ding? Hij was net zo duur als een Aston Martin in die tijd. Zou je dan voor een Aston Martin kiezen? Ik denk het wel. Maar hij was wel revolutionair. Want hij had een kunststofcarrosserie. Een zogenaamde polyestercarrosserie. En dat kun je ook zien. Kijk, het is allemaal niet even glad. Als je nu auto's hebt met polyesterdelen, die zijn perfect. Maar ja, in de jaren 50 stond het in de kinderschoenen. En eigenlijk was het de peetvader van de polyester was Colin Chapman van Lotus. En bij Jensen zei ze, we gaan een polyesterauto maken. Omdat hij dan minder weegt. Onzin, want het ding weegt nog 1200 kilo. Maar dat ga ik straks vertellen, want er zit zo'n motor in. Jensen 541R, dan zou je denken, waar staat die R dan voor? Nou, die R, zo simpel als ze het bedacht hebben, staat voor Racking and Pinion. Dat is een stuurhuis, dus een moderner stuurhuis was dat. Dus deze R kreeg een moderne stuurhuis. En hoe gaan we dat nou doen? Nou, er komt Racking and Pinion stuurhuis in. Dan noemen we hem gewoon de 541R. Nou, daar is niet echt lang over nagedacht, moet ik zeggen. Nou ja, doe maar, Engelsen. Als het beest maar een naam heeft, ja toch? Ik heb me heel de tijd af zitten vragen, wat zou mensen nou triggeren om zo'n auto te kopen? Misschien wel die plaats waar de cameraman nu zit. Want je kunt er wel met 4 volwassenen in zitten. En ik over na zitten denken, er zijn eigenlijk maar heel weinig auto's in die periode, sportwagens. Dat zijn altijd 2+2, dus 2 zits met 2 kinderzits. En volwaardige zits achterin? Nauwelijks. Dat zou het kunnen zijn. Dit is ook zo bijzonder. Dit is voor de koude en voor de warme lucht. Dus als het koud is, dan duurt het ding dicht. En dan wordt die motor heel snel warm. Maar je moet hem niet vergeten. Er brandt natuurlijk geen rood lampje. U zegt, nou moet je hem weer open doen. Dus ik denk dat er heel wat van die motoren warm gelopen zijn. Kunnen we het even demonstreren? We hebben hulp. Ze hebben het bedacht. Dit is ook zo'n mooi item. Dat geloof je toch niet? Dat is de motorkapopener. Ik moet eerlijk zeggen, het doet me meer denken aan een openen van de tractor. Die man die dat bedacht heeft. Dat is heel simpel, hè? Maar ja, misschien is het daardoor ook wel bijzonder. Kijk, hier ligt hij dan. Een hele dikke 6-cilinder 4 liter motor met 3 carburateurs. Zou een hele snelle jongen moeten zijn. Nou, dat gaan we straks proberen. Maar wat een motor, hè? Moest kijken. Eigenlijk komt die motor, dat is wel aardig. Eigenlijk komt die motor uit een Austin vrachtwagen. U hoort het goed, ja, een Austin vrachtwagen. Een 4 liter vrachtwagen. Ze hebben die cilinderkop natuurlijk een beetje aangepast. Maar eindelijk komt de motor uit de 4 liter Austin vrachtwagen. Het begin jaren 50. Hoezo moest hij zuinig zijn? Nou, eens kijken wat hij dan doet. Ja. Ja. Het klinkt ook een beetje als een vrachtwagen. Want je hoort een beetje de giering van de bak en het achterasje hoor je ook iets. En die motor die heeft moeite om, ja, om op gang te komen. Hij gaat wel, maar het is niet... Ja!
De kofferbak met zo'n hendeltje hier, zo'n simpel hendeltje, te simpel voor woorden. Ach, typisch Engels, hè? Handschoentjes om de wielen te verwisselen. Oh, dat zal ik ook eens even laten zien. Kent u dit? Hiermee sla je de wielen los. Leuk, hè? Ach. Zo gaat dat dan. Ik hou ze maar aan, ze zijn mooi. Moet je eens voelen. Voor de aardigheid. Oh. Ik weet niet wat het is. Zo zwaar eigenlijk zijn. Ik denk gewoon leer. Echt leer? Ja. We hier over echt leer te praten. We hebben het toch over auto's? Hou op! Klep dicht! Ik had het nog niet gezien eerder, moet ik zeggen. Ja, ik moet u toch nog iets laten zien. Ik heb al zoveel details van die auto laten zien. Weet je wat ik nou zo leuk vind? Kijk, dit hier. 58 jaar oud. Mm. Heerlijk. Het ruikt heerlijk. En weet je, het is net een Chesterfield bank. Maar kijk eens, kom eens kijken. Zie je dat daar? Dat die afwerking met die bies. Het is allemaal 58 jaar oud. Is dat nou niet geweldig? Nou, daar word ik vrolijk van. Dus laat niemand die auto willen hebben en zeggen ik wil leer schilderen of wil een nieuw leren hebben, want ik verkoop hem gewoon niet. Dan verkoop ik hem niet. Echt, ik meen het. Een gebruikt Chesterfield bakstel. Het is prachtig. Nou ja, even een detail. Tot zover Nico voor vandaag. Volgende week is hier natuurlijk weer.